Oké, okay. laat ik beginnen met een paar verontschuldigingen. Um, al het gedoe waar we over gaan praten vandaag uh, heb ik onderzocht in het Engels. Normaal geef ik les in het Engels. En het is nog, nogal een overstap om dat nu zo acuut in, in het Nederlands te doen. Uh, Daar komt nog bij dat. Mijn aantekeningen grotendeels in het Engels zijn ook. Dus als jullie daarmee een klein beetje geduld met mij kunnen hebben, dan uh, dat zou dat uh, erg vriendelijk zijn. Ook als jullie geen geduld hebben, voel dan vrij om gewoon weg te gaan als het, uh, als het te pijnlijk wordt om aan te horen. Um, tweede is... Uh, J jullie zien dat, dat ik zit. Uh, dat heeft te maken met een, een diagnose van, uh, van Parkinson's. die ik uh, een paar jaar geleden heb gehad. Maakt het voor mij gewoon een stuk makkelijker om zo'n zo dag door te gaan. Uh, en, we, en we zien wel hoe, hoe ver we daarin komen. Maar goed, we gaan het hebben vandaag over uh, een belangrijk. historisch geschiedenis-gebeurtenis. Uh, namelijk. Wat gebeurde er met de woorden van Jezus. vanaf het moment dat hij ze uitsprak. tot op het moment dat ze neergeschreven werden in de schrift? En, en als we daar een beetje over denken. dan denken we: oké, okay, Jezus begon zijn. Uh, zijn bediening. toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Of voor ongeveer drie jaar. Uh, sprak die. hij? Uh, hij sprak gelijkenis. Hij onderwees. Hij uh, deed al, al dat soort wonderen. Toen werd hij uh, gekruisigd onder pontius pilatus, en toen verdween jezus van het publieke oog. En hij werd vanaf toen alleen nog maar gezien door hen uh, door hen die in hem geloofden. Um, en die discipelen, die apostelen, begonnen heel moedig te spreken. na vijftig dagen na de dood en de opstanding van, van de Heer Jezus. Er was een, een hele duidelijke verandering daar. En wat deden die apostelen en die, uh, de discipelen? Zij onderwezen de kerk. Um, en we hebben in het boek van handelingen natuurlijk het verslag van hoe de apostelen de. Opgestane Jezus spreekte en ook hoe Paulus een speciale afgezant werd van Jezus. En dan hebben we nog in de Bijbel, nou, een hele dot uh, brieven, uh, 21 brieven in totaal. En dan uiteindelijk hebben we de Openbaring van Johannes. Nou, vriend en vijand uh, zijn het er mee eens dat er een tijd zit tussen dat de apostelen begonnen te spreken en de Evangelieën opgeschreven werden. Dus de evangeliën zijn waarschijnlijk niet opgeschreven in de periode van handelingen 1 tot en met 15. Zo de, de eerste 15, 20 jaar hebben we het dan over. En ik wil graag de vraag stellen: maar waar waren die verhalen over Jezus dan? Waar was het onderwijs van Jezus? Want we hebben brieven uit die tijd, maar was het onderwijs van Jezus dan vergeten in die tijd? Werd het. Uh, gewoon later, uh, later opgeschreven, uh, no, uit, uh, wat is de Engelse uitdrukking? Plucked from thin air. Uh, wat is er precies gebeurd en wat kunnen we leren van het Nieuw Testament zelf? Nou, en ik denk dat het belangrijk is om over deze vraag na te denken, want het heeft te maken met hoe wij denken over de relatie van de evangeliën en de brieven. En christenen hebben de neiging om, om een wicht te drijven tussen de evangeliën en de brieven. Er zijn een heleboel christenen die voelen zich meer thuis met de theologische brieven. En vinden het al wat ongemakkelijker als we, als we Jezus hebben in de evangeliën, die allemaal zo van die aardse dingen lijkt te, te zeggen. Of er zijn mensen die zich veel meer met het sociale bewustzijn van Jezus verenigen en vinden dat Paulus dat waren allemaal maar denkers met een Jezus in de hemel, waar er heel weinig concreets over Jezus in zat. En wat we vandaag gaan doen is door de woorden van Jezus te traceren en feitelijk de woorden van Jezus in de Evangelie te verbinden met de brieven. Is om die weg weg te nemen en op een nieuwe manier leren te, te waarderen wat er gebeurt in het onderwijs van de apostelen. Dus dat is, dat is ons, uh, ons onderwerp. Waar waren de evangeliën uh, tussen het uh, zeggen door Jezus, het onderwijs van de apostelen en het opschrijven? Wat gebeurt er? En iets over de methode die, uh, die we vandaag gebruiken. Uh, het is volledig uh, gericht op een geschiedenis te beschrijven. Dat in die zin is het historisch wat ik probeer te doen. Tegelijkertijd ben ik ongegeneerd theologisch. In de zin dat ik serieus neem wat. Het Evangelie zegt over zichzelf, wat het Evangelie zegt over Jezus. Dus ik begin niet in, uh, in dit verband met een, een kritische houding om af te vragen: van, is het echt zo allemaal gebeurd? Maar ik neem dat als startpunt. Oké, okay, laten we ervan uitgaan dat alles zo gebeurd is, zoals het in de Evangeliën en Handelingen beschreven is. Wat is het beeld? Dat er dan verschijnt over het ontstaan van de Evangelie. Oké, okay, ik hoop dat jullie de handout hebben. Het zou lekker zijn als de klikker het doet. Ja, daar zijn we. En hier doet hij het. Ja, nu ben ik er. Oké, okay, en we gaan. Uh... We gaan beginnen met, met de vraag, het einde van uh, Matthäus 28. Uh, dit is hoe Jezus zijn discipelen verliet. Nou, Matthäus eindigt met uh, het geven van, van Jezus van de, van de laatste instructies. En de opgestane Heer maakte het duidelijk dat hem is gegeven al de macht op hemel en op aarde. En de discipelen moeten uitgaan om, uh, you know, om discipelen te maken... Uh, dopend en lerend iedereen uh, om te onderhouden. Alles wat de Heer geboden had. En dan zitten we in Matthäus 28, 20, waarin uh, Jezus zegt: Zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Nou, wanneer Jezus zegt tegen de discipelen dat uh, ze moeten onderwijzen. Alles wat Jezus geboden had, dan wordt er eigenlijk heel weinig gezegd over hoe de discipelen dat eigenlijk kunnen herinneren. Want Jezus was drieënhalf jaar, uh, had hij aan, aan het onderwijzen geweest, hoe kunnen de discipelen alles herinneren, wat Hij gezegd had. En Jezus is heel erg expliciet: alles wat ik geboden heb. Um, nou, er zit een antwoord heer, hier al in de tekst. Want Jezus zegt: Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Um, nou, hier hebben we zoiets dat uh, Matthäus eindigt zijn evangelie zoals die begonnen is. Want in Matthäus 1 hebben we natuurlijk dat de naam Jezus gegeven wordt. En, en Jezus betekent nou: Hij redt, of uh, zelfs God redt. Uh, God zal redden van zonde, uiteindelijk. Maar ook de naam Emmanuel krijgen we in Matthäus 1. En Emmanuel is natuurlijk God met ons. En Matthäus eindigt met te zeggen uh, dat Jezus zegt, ik ben met u. En daarin wordt al het antwoord gegeven van hoe de discipelen hun taak kunnen vervullen. Want. Iedereen die het Matthäus-evangelie las, als, als eerste lezer zelf, die wist drommels goed dat Jezus niet op aarde was op dat punt. En iedereen die dit las, wist drommels goed dat Jezus was ten hemel gevaren, maar de geest was uitgestort. Daarom hoeft Matthäus ook niet te verklaren wat het betekent om gedoopt te worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want die dingen zijn gewoon bekend voor de lezers. Die dingen worden geacht bekend te zijn. En hier Matthäus geeft al uh, de woorden van Jezus weer. Ik ben met u al de dagen. En dat is het antwoord wat de discipelen nodig hebben om. Hoe ben ik in staat om alles te onderwijzen wat u geboden hebt? Wel, ik ben met u. Um, en dat betekent dat de rol van de Heilige Geest feitelijk al hier min of meer verborgen bekend wordt gemaakt. Um, en laten we eens over Pinksteren denken. Over de Pinksteren, over het komen van de Heilige Geest. Uh, wanneer Pinksteren geïntroduceerd wordt in het Oude Testament, is het natuurlijk uh, het feest van de oogst. Dat vijftig dagen na de het de, 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 Eersteling wordt, uh, wordt gevierd. Zo um, so in, in Exodus, het, het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het, uh, de nieuwtestamentische tegenhanger daarvan is de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is heel toepasselijk. Want het is inderdaad de uitstorting van de geest waarin uh, de gemeente het nieuwe leven tot, uh, no, tot ontstaan gebracht wordt. Daarin worden de Eerstelingen geoogst en dat wordt gevierd. Uh, vanaf Pinksteren wordt de oogst van de Eerstelingen een feit. Hup. En het begint op een hele goede manier. Op een gegeven moment zak ik compleet de grond in. Weet uh, me niet bang hier. Nou, het komen van de Heilige Geest is natuurlijk een van de belangrijkste thema's in uh, het boek van Johannes, het Evangelie van Johannes. En we pikken hier de draad op in Johannes 14. En daar, daar zegt Jezus dit: Nog een korte tijd, dus dit is uh, in de avond uh, voordat hij uh, overgeleverd wordt. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Ik heb de meeste teksten allemaal vanuit de herziene statenvertaling genomen. Uh, dat was het makkelijkste voor vandaag. Um, dus we hebben hier een situatie waarin Jezus aankondigt dat de wereld hem niet meer zal zien. maar de gelovigen zullen hem zien. En natuurlijk krijgen we dan uh, de vraag: uh, die geacht wordt, ja, heren. Maar hoe komt het dat uh, u zich uh, nou, aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Um, nou, het eerste deel van Jezus' antwoord is gevonden in uh, Johannes 14, 23 tot 24. Want de discipelen zijn diegenen die Jezus liefhebben. En hen die Jezus liefhebben. Zullen Zijn Woord bewaren? En diegenen die Zijn Woord bewaren, nou, door dat te doen, de Vader en de Zoon zullen komen en woning maken in hun harten. En natuurlijk, het Woord van Jezus is het Woord van de Vader. Het heeft dezelfde absolute autoriteit als uh, wanneer God sprak in de, de schriften van het Oude Testament. Nou, dit is allemaal oké, okay, maar. Jezus had zijn discipelen heel veel dingen verteld. En hoe gaan zij dit allemaal herinneren? Nou, Jezus in vers 26 zegt dan, uh, de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dat hier is een heel speciaal actief werk van de Heilige Geest, wordt er hier beschreven. Jezus vertelt zijn discipelen, dat is het eerste gehoor, het eerste publiek van wat er hier gezegd wordt, dat de Geest, die de Vader zal zenden, die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dat hier krijgen we een antwoord voor de vraag. Uh, van uh, hoe kunnen de discipelen zich herinneren alles wat Jezus geboden heeft? Nou, de geest heeft een hele actieve rol hierin. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, als je dat soort vragen stelt, hoe werkt dat in de praktijk? Normaal gesproken vind je het antwoord ergens anders in Johannes, want Johannes die legt normaal gesproken uit wat hij bedoelt. En de eerste keer dat we dat uh, tegenkomen over dat herinneren vinden we al in Johannes 2, waarin uh, Jezus nou, de, de tempel aan het, uh, wat, is het uh, wat doet hij in de tempel? Hij cleaned it out, wat is de goede Nederlandse term? Reiniging van de tempel, zuivering, de, wat is het nou? In ieder geval wel, uh, iets gewelddadigs. Hij zei tegen hen die de duiven verkochten, oh, ik heb een probleem hier denk ik. We werken er aan. Uh, hij zei tegen de duivenverkochten... neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is... de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En we denken op dit punt... oké, okay, nou fijn, de discipelen hadden een goed, goed, goed geheugen blijkbaar. Maar dit is nog niet het einde van het verhaal. Uh, want op dat punt uh, krijgen, we, krijgen we de vraag dat uh, de Joden aan Jezus vragen, wat is het teken dat hij de autoriteit heeft op dit, uh, om dit te doen? En dan antwoordt Jezus met die woorden die later in zijn, uh, no, in zijn uh, rechtszaak op de nacht dat hij overgeleverd wordt gebruikt wordt, namelijk, uh, no, vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. En dan Johannes, degene die het verhaal vertelt, komt weer in met een opmerking die niet deel is van het verhaal, maar over het verhaal. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En ze geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dat Johannes maakte duidelijk dat de discipelen zich het herinnerden en geloofden pas na de opstanding van Jezus. Precies zoals Jezus dat uitgaat leggen in Johannes 14. We hebben hier al een voorbeeld van, het hoofdstukken eerder in Johannes 2. En hetzelfde gebeurt in Johannes 2. 12, waar we de, de, de intocht in Jeruzalem krijgen. En natuurlijk wordt dat vers uit Zachariah aangehaald in Johannes over, de, over het kind van de veulen, of het veulen van de ezelin, waar, waar Jezus op zit. En dan zegt Johannes ook weer, nadat Jezus verheerlijkt was, begrepen de discipelen wat er gebeurd was. Dat we zien echt dat het komen van de geest, die komt na de dood en opstanding van de Heer Jezus, is degene die het hart en de geest en de herinnering van de discipelen verlicht. Dus dit is zo min of meer volgens Johannes hoe het werkt dat de discipelen zich alles zouden herinneren. En het was gepland. Voor de dood en de opstanding, dat het de geest als taak, als functie zou hebben, om de discipelen te helpen herinneren, alles wat Jezus gezegd had. En het feit dat dit gepland is door Jezus van tevoren, is belangrijk om, uh, om te begrijpen. En we, we zullen nu zien dat het inderdaad ook heel logisch was dat Jezus dit zei. Want. Als we het hebben over de geest die komt, dan hebben we het over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En als we het woord nieuwe verbond noemen, dan zijn we bijna gedwongen om ook even te kijken wat Jeremia over het nieuwe verbond uh, zegt. Nou, in de Joodse traditie in, uh, is het heel erg duidelijk dat, in de, bijvoorbeeld in de, in de Talmud. Uh, Pinksteren, dus 50 dagen na, de, na het geven van de, van de eerste vrucht, uh, Pinksteren gebeurde op de dag dat Mozes de wet ontving in Exodus 19. Uh, en die link in de Joodse traditie is heel sterk. Dat voor Pinksteren in de Joodse traditie is ook het feest waarin je. Uh, herinnert dat Mozes in Exodus 19 de wet kreeg. En als je Exodus 19 leest en je ziet dat, uh, dat na drie maanden of drie manen. ze aankomen bij uh, de berg Sinai na de uittocht uit Egypte. dan zou het inderdaad heel goed kunnen dat, dat het inderdaad op de dag precies is, 50 dagen na de, na de uittocht. Maar als je handelingen 1 leest. Dan zie je ook inderdaad dat verband tussen wat er gebeurt op de berg Sion, of dat wat er gebeurt in Jeruzalem, en dat het een afspiegeling is van wat er gebeurt op de berg Sinei. Want op berg Sinei, het is uh, op top van de berg, er is vuur. In het, uh, Handelingen 1, dat vuur verschijnt boven de discipelen. In. Exodus, iedereen is, uh, is bevreesd vanwege het geweldige geluid wat daar was. Ook in handeling 1 vinden we hetzelfde vreemde geluid terug. Dat, er is een link, een symbolische link, tussen Exodus 19 en handelingen. Alle twee pinksteren. Um, Exodus 19... Het oude verbond. En het oude verbond begint natuurlijk met het schrijven van de wet op stenen tafelen. Nieuwe verbond is heel duidelijk iets anders. De geest komt. En het is de geest die, zoals we net gelezen hebben, als functie heeft om de woorden van Jezus te laten herinneren. Waar worden die woorden van Jezus geschreven? Door de Geest in het hart van de mensen. Dat is waarom Johannes kan zeggen of waarom Jezus zegt dat de Vader en ik zullen komen en woning maken in uw hart. En dat heeft te maken met het bewaren van mijn woord. Dat is de manier hoe dat woning maken gebeurt. En Jeremia kondigt dat natuurlijk allemaal heerlijk aan, waarin hij zegt: ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Dus de overgang van het Oude naar het Nieuwe Verbond. heeft als een van de grote contrasten. dat het Oude, oude Verbond gegeven wordt in de vorm van woorden. op tafels van stoon, tabletten van stoon. en het Nieuwe Verbond. Wordt gegeven door de uitstorting van de geest. die de woorden van Jezus schrijft. op het hart van mensen of in het hart van mensen. En dat contrast vinden we in, aangekondigd door Jezus in Johannes. we vinden het aangekondigd door uh, Jeremia. Nou, als we het op deze manier stellen: dat de functie van de Heilige Geest is om de woorden van Jezus op het hart van de gelovigen te schrijven, dan is de vraag wanneer het om het neerschrijven van de woorden van Jezus gaat, niet zozeer van uh, waarom werden de woorden van Jezus niet direct neergeschreven, of waarom schreef Jezus zelf die woorden niet neer toen die rondliep. De vraag is veel meer, Waarom werden de woorden van Jezus neergeschreven? Punt. Als we al de geest hebben die de woorden van Jezus neerschrijft, waarom hebben we dan nog een geschreven woord nodig? En als we de vraag vanaf die kant benaderen, dan hebben we in ieder geval al geleerd dat het nieuwe verbond is niet hetzelfde is als het oude verbond. Er zitten een behoorlijke verbetering in, in hoe dingen gaan. Waarom? Omdat nu de Heilige Geest woorden schrijft in het hart en niet meer op de tafels van stoon. Dus waarom werd iets neergeschreven uh, at all? En daar gaan we het in, uh, vanmiddag nog duidelijk over hebben. Maar we gaan terug naar de situatie op de werkvloer. En in handelingen, na de uitstorting van de geest, vinden we de apostelen uh, de kerk te onderwijzen door het hele boek van handelingen 1 heen. Het is geloof ik negen keer dat dat woord onderwijzen gebruikt wordt in, uh, in verband met de apostelen die de kerk uh, aan het leren zijn. Nou, wat was het dat er onderwezen werd? Nou, we hebben natuurlijk in handelingen de Evangelistische toespraken. Maar dat is niet zozeer het onderwijs voor de kerk, nee, dat is de boodschap naar de wereld toe. Dus wat is het wat die apostelen aan de kerk onderschreven? Um, en in handelingen vinden we natuurlijk wel de boodschap van, uh, van redding en van de dood en de opstanding van Jezus, maar in geen een van de toespraken die handelingen heeft. vinden we bijvoorbeeld een verwijzing naar de gelijkenissen. Interessant. Waarom niet? Nou, Petrus, wanneer hij het evangelie uitlegt aan Cornelius. die komt er het dichtste bij in het samenvatten. van wat wij nu eigenlijk neergeschreven vinden in de vier evangelieën. Uh, hij zegt dit in handelingen 10. Uh, u weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de dood van, uh, na de doop die Johannes gepredikt heeft, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met uh, kracht, en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan uh, het hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood opgestaan was. En hij heeft ons bevolen om het volk te, preken, te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Nou, dit is een redelijk complete samenvatting van alles wat je in bijvoorbeeld het evangelie van Marcus vindt, of het evangelie van Matthäus, of het evangelie van, van Lucas. Het begint met de doop van Johannes. En dat is hoe Marcus begint. Het eindigt met de opstanding van de Heer Jezus en het zenden van de discipelen. Um, maar dit is zo'n beetje de enige samenvatting van een van de vier evangeliën die je zal vinden in uh, handelingen. En natuurlijk de Jezus die gepredikt wordt. Is de Jezus die gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht, en het is dezelfde die wonderen deed, die gestorven is en opgestaan op de derde dag. Um, het is interessant hier dat we leren tussen haakjes dat Jezus is genoemd Christus, omdat hij gezalfd is. Dat is duidelijk. En Petrus verklaart hier even tussen neus en lippen door, dat dat te maken heeft met dat Jezus gezalfd is met Heilige Geest en met kracht. Waarom noemen wij Jezus, Jezus, de Gezalfde of Jezus Christus? Het is omdat Hij gezalfd is met Heilige Geest en met kracht. Dat, dat, dat is gewoon tussen haakjes door een van die dingen die, die Petrus ons geeft. Dus dit is het grote verhaal van Jezus. Dat uh, start met de doop van Johannes en dat is onderwezen aan de, kerk, uh, aan de kerken. Maar kunnen we dat zeker weten? Dat wat de discipelen aan de kerk onderwezen, was het hele verhaal van Jezus. Uh, want het wordt niet expliciet genoemd, ergens anders in handelingen en. Schrijven de brieven er iets over? Over wat de kerken onderwezen werden? De brieven zijn onderwijs, maar ze vertellen ons heel weinig over wat de apostelen onderwijzen over het leven van Christus. Nou, wat we gaan doen in de rest van de, van de dag, is we gaan het Nieuwe Testament uitwringen, met alle respect trouwens, uitbrengen om te kijken of we de verhalen van de evangeliën of we het onderwijs van Jezus, kunnen terugvinden in de brieven. Want als we dat onderwijs van de Jezus terug kunnen vinden in de brieven, dan kunnen we een, een hele goede case maken dat uh, inderdaad die apostelen het hele leven van Jezus, inclusief alles wat hij onderwees, inclusief bijvoorbeeld uh, de samensprekingen, zaligsprekingen, inclusief de gelijkenissen, dat alles dat wat Jezus uh, gedaan heeft en wat geschreven is in de Evangelie, onderwezen werd door de apostelen aan de gemeentes. En dat is het punt waarop ik uiteindelijk wil landen. Um, dus we gaan voor het maximale effect. Um, je kan ook voor het minimale effect gaan, maar dan zijn we veel sneller klaar en dat is veel minder interessant. Als je bijvoorbeeld een, een experiment zou doen en je vergeet alles wat je over Jezus weet, en je neemt alleen de, die brieven van Paulus waarvan. Uh, Waarvan zelfs de grote sceptici zullen zeggen van ja, die zijn echt door Paulus geschreven. Dus Romeinen, Korinthe, Galaten, uh, 1 Thessalonicense, je houdt het lekker minimaal. Uh, wat kan je leren over Jezus als je alleen die brieven zou hebben? Dus je vergeet wat je geleerd hebt van de Evangeliën, je vergeet wat je geleerd hebt van je kinderbijbel, je hebt alleen die brieven. En dan kom je nog vrij ver. Want je leert dat uh, Jezus uh, een lichaam had, dat hij geboren was, dat hij broers had, dat hij at, dat hij dronk, dat hij gestorven was aan het kruis en dat hij opgestaan was. Dat Je krijgt nog steeds het beeld van een hele aardse Jezus, zelfs als je alleen de, de undisputed brieven van, van Paulus neemt. Maar dat doen wij niet, we gaan voor het maximale effect. We gaan ervan uit dat alles wat het Nieuwe Testament zegt, het hele Nieuwe Testament, gewoon waar is. En we zien hoe ver we de, hoe ver we de zaak kunnen, kunnen pushen. Um, we leren bijvoorbeeld um, dat Paulus um, geschreven heeft aan de Galaten. Well, hij schreef over iets wat ze onderwezen waren. In hoofdstuk 3 begint hij met: O dwaze Galaten. Dat is echt de manier om het publiek bij je te betrekken. O, dwaze gelaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Nou, wat Paulus hier doet is hij herinnert de Galaten aan iets wat hen onderwezen was. Hij, hij zegt van, nou, jullie zijn degene voor, uh, voor jullie ogen, Jezus Christus was geschilderd of beschreven als de gekruisigde. En dat is niet slechts dat het genoemd was dat Jezus aan het kruis gestorven was. Nee, de uitdrukking uh, suggereert dat echt een uitgebreide beschrijving van de kruisiging was een uitgebreide, uitgebreide beschrijving, zoals we die vinden in de vier evangelia, waarin er een heleboel ruimte besteed wordt aan het beschrijven van de kruisiging. Dus hier hebben we een kleine suggestie dat wat Paulus schrijft veronderstelt dat de kerken meer weten dan dat we hier zo, zo direct te horen krijgen. Nee, de Galaten voor hun ogen was Jezus geschilderd als de gekruisigde. En dan hebben we in 1 Korinthe 15 die andere beschrijving uh, van, de, van het evangelie. Waarin uh, Paulus zijn evangelie samenvat. Al te zeggen van, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. En hier. Paulus begint het gebruiken van het woord overleveren en dingen die hij ook ontvangen heeft. Wat zijn die dingen? Wel, Christus is gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Paulus kan uiteindelijk het hele evangelie samenvatten, de boodschap over Jezus, als de dood. Volgens de schriften, het sterven volgens de schriften en het opstaan volgens de Schriften. Maar dat geeft ons nog maar heel weinig. Het, het, natuurlijk de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Dat word je geacht te weten, zelfs als je de Evangelie niet kent. Dat is bijna te makkelijk. Is er meer in de brieven, vinden we de woorden van Jezus Terug op een manier. En ik zou graag beginnen hier met Jacobus. Nou, Jacobus, uh, uiteindelijk de broer van, van Jezus. Um, en Jacobus in, aan het einde van zijn brief schrijft dit. Voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. No, niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eet. Maar laat u ja, ja zijn, en uw nee, nee, opdat u niet onder enig voordeel, uh, of oordeel valt. Nou, Dit is een heel duidelijk voorbeeld dat de woorden van Jezus bekend waren. En Jacobus schrijft hier over uh, nou, uh, niet zweren. Heeft Jezus daar ooit iets over gezegd? Ja, heel erg sterk. Hier krijgen we Matthäus 5. Zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank voor zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem. Het is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één van uw wit, uh, haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja. Zijn en uw nee nee. En wat hierbovenuit uitgaat is uit de boze. We nou, moeten eens kijken hoe sterk die twee uh, naast elkaar te leggen zijn. Ze beginnen alle twee met zweer niet of uh, uh, zweer geen eet. Voor alle dingen, zweer niet. En dan Jezus zegt niet bij de hemel. Wat zegt uh, Jacobus. Niet bij de hemel. Ja, Jezus geeft dan de verklaring, want dat is de troon van de God. Niet bij aarde. Wat zegt Jacobus? Ook niet bij aarde. En dan zegt, en zweer ook geen andere eet. Waarom voegt Jacobus dat toe? Om, omdat Jezus zei, en ook niet bij Jeruzalem, en ook niet bij uw hoofd. En Jacobus vat dat samen. Onder de woorden ook geen enkele andere eet. En dan Jezus zei: Laat uw woord uh, ja, ja zijn en uw nee, nee. En wat zegt Jacobus, maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Dat hier hebben we een heel duidelijk voorbeeld dat Jacobus de woorden van Jezus uit de bergrede gebruikt in zijn brief. Maar wat doet hij? Hij vat sommige dingen samen. En wat hij ook doet, of wat hij niet doet, is aan het begin zeggen, en jullie weten dat Jezus gezegd heeft dat. Nee, Jacobus smokkelt dat gewoon naar binnen, zonder iets aan te kondigen, dit zijn woorden van Jezus. En wij als lezers van het Nieuwe Testament, die de Bijbel niet zo goed kennen als dat we denken dat we hem kennen, Lezen gewoon Jacobus en denken: Oh ja, dat zijn bekende woorden, dat is heel goed. Maar Jacobus gebruikt doelbewust de woorden van Jezus, heer. Hij citeert ze, hij gebruikt ze. En kondigt niet eens aan dat dit de woorden van Jezus zijn. Nou, hoe kon Jacobus hiermee wegkomen? Is dit een soort van uh, een plagaat of zo? Nee, Jacobus wist drommels goed. Dat het publiek naar wie hij schreef, de woorden van Jezus drommels goed wel kende. En dat iedereen geacht wordt zeer te herkennen dat inderdaad dit zijn de woorden van Jezus die nu gebruikt worden in de brief. En het hoeft niet eens geïntroduceerd te worden zoals, van, zoals de profeet Jeremia schreef. Derk. Nee, de woorden van Jezus zijn zo centraal dat Jacobus ze gewoon kan gebruiken. Um, is dat het einde van Matthäus 5? Nou, niet helemaal. Um, in 2 Korinthe, Paulus zit met het probleem dat hij zijn plannen veranderd heeft naar de, naar de kerk, om naar de kerk te komen. Hij had aangekondigd te komen, maar hij, uh, hij cancelde. En dan, dan Paulus zegt, uh, zijn de dingen die ik me voorneem uh, voornemens naar het vlees, zodat het bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk nee, nee. Uh, God is getrouw, ons woord tot u is niet ja en nee geweest, want nou, de zoon van God was niet ja en nee, maar is in hem ja geweest. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Um, Paulus was teruggekomen op zijn belofte om naar de kerk Korinthe uh, te bezoeken. En even verderop schrijft hij, hij was teruggekomen op die belofte om hen te sparen. Want de toestand was, was, was zo slecht dat hij eerst een andere brief schreef en andere mensen stuurde voordat hij zelf zou komen, zodat zijn bezoek iets, uh, iets minder uh, confronterend zou zijn. Maar het zou heel goed kunnen dat een reactie in de kerk van Korinthe was, uh, ja, Paulus zegt wel ja, maar hij doet nee. En natuurlijk, de achtergrond is daar dat Jezus gezegd hebt dat je woord ja, ja moet zijn en niet nee, nee. Dus Paulus gebruikt hier een, uh, een, een, een mogelijke uh, tegenspraak van de Korinthe, uh, gebaseerd op de woorden van Jezus, en probeert dat te ontkrachten. En gezegd, ja oké, okay, zoals ik nu gehandeld heb, zou je kunnen interpreteren als ja en tegelijk nee. Maar ons woord tot jullie is niet ja en nee, het is alweer ja, ja en nee, nee. En dan uh, voegt Paulus erbij, uh, zoveel beloften als God die er zijn, die zij in hem ja en in hem amen. Nou, waarom gebruikt hij dat woord amen hier? Nou, amen is een... Aramees woord. En uh, no, uh, betekent zoiets als uh, werkelijk of zo is het. En Amen als een Aramees woord. wordt gebruikt in de Evangeliën, die in het Grieks geschreven zijn. En Amen vind je meestal in de mond van de Heer Jezus. En dan vindt dat woord Amen ook zijn weg in de brieven. Nou, voor ons is amen bijna een standaard Nederlands woord. Elk kind weet het, want je springt op als het woord amen gezegd wordt. Dat is belangrijk, want dat betekent dat je kan gaan eten. Maar, maar amen is een vreemd woord. Het is een Aramees woord dat het ook gewoon maar in het Grieks maakte, zonder het te vertalen. En heel veel vertalingen vertalen nu amen met uh, in het Engels met truly. Hoe, hoe doen ze dat in het Nederlands? Voorwaar, ja. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Oké, okay, ja. amen, amen, ik zeg u, dat is wat, wat Jezus zegt. Hij gebruikt hier een niet-Grieks woord. En dat niet-Griekse woord, dat heeft een bedoeling omdat doorgezet wordt. En Paulus gebruikt datzelfde woord hier, amen, een typisch evangeliewoord. Een typisch woord wat er in uh, de mond van de Heer Jezus gebruikt wordt. Om te onderstrepen dat hij hier inderdaad aan het spelen is met de woorden van Jezus. Um, Nou, de eerste van die twee, het woorden van Jezus, gebruiken in Jacobus, is heel duidelijk. De tweede is al een stuk minder duidelijk. Je, je zou kunnen zeggen: het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Maar ik had u beloofd, we gaan maximaal hier. Dus ik geef u gewoon: ja, dat is waar. U, u, u voor zichzelf beslissen of, of, dat, uh, of u daar niet zo uh, mee zit. Maar laten we eens gaan kijken wat er gebeurt in het onderwijs van Jezus over echt scheiding wat we bijvoorbeeld vanuit Matthäus 19 vinden. Nou, Paulus had wat te zeggen over echtscheiding in 1 Korinthe 7, vooral uh, voor 10. Waarin Paulus dat hele gekke zegt, maar de gehuwde beveel ik, nou, niet ik, maar de heren, dat de vrouw van de man niet scheiden en de man van de vrouw niet scheiden. Waarom gebruikt Paulus de, de gekke constructie, maar de gehuwde beveel ik, well, niet ik, maar de Heer? Nou, laten we even verder lezen. Dan gaat het over tegen de anderen zeg ik niet de Heer. Oké, okay, wat, wat, wat is daar aan de hand? En dan later in hetzelfde hoofdstuk, vers 25. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heer. Ik geef echter mijn mening. Nou, wat er hier gebeurt is niet eens zo heel erg moeilijk om te begrijpen. Um, wanneer Paulus zegt tegen degene die gehuwd zijn, uh, ik beveel, nou ja, niet ik, maar de Heere, dat betekent dat Paulus de Korintiërs herinnert aan wat Jezus onderwees over echtscheiding. En wat Jezus onderwees over echtscheiding is klaarblijkelijk van toepassing. Op de kerk in Korinthe en het wordt gezien als van toepassing op een uh, huwelijk tussen gelovigen. Wat Jezus vertelde aan het volk van God in Matthäus, wordt gezien als wat het dus verteld wordt aan de gelovigen in 1 Korinthe. Want de Heer Jezus heeft expliciet onderwezen over de situatie van 1 Corinthië 7, vers 10. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere. wat zijn die anderen Heer? Nou, die anderen zijn mensen die in een ongelijk huwelijk zitten, waarin een van de partners gelovig is en de andere ongelovig. Jezus heeft nooit wat over die situatie gezegd. Het is niet deel van het expliciet onderwijs. Dus Paulus kan niet zeggen van, uh, oh jullie Corinthiërs, jullie weten wat de Heer Jezus hierover gezegd heeft. Nee, het is, ik zeg dit op apostolische autoriteit. Maakt op zich geen verschil met, met wat de Heer gezegd heeft. Maar hij zegt van, uh, wat ik nu zeg, dat zeg ik. Uh, wees niet bang, jullie hebben niets vergeten van wat Jezus onderwezen heeft. Het is niet zo dat uh, er iets is wat, wat jullie nu pas te horen krijgen. Nee, dit is wat, wat ik eraan toevoeg en dit is niet iets wat de Heer expliciet onderwezen heeft. En dan vers 25 over uh, degene die uh, ongetrouwd zijn of maagd zijn. Ik heb geen bevel van de Heer, want Jezus heeft daar nooit iets over gezegd. In de, in de zin van wat Paulus nu gaat uitpakken. Dat hier hebben we referenties naar het onderwijs wat de Heer gegeven heeft, of wat hij niet gegeven heeft. En dat wordt gezegd aan de Korintiërs, die klaarblijkelijk toegang hadden tot al dit onderwijs. En even later doet Paulus eigenlijk precies hetzelfde in 1 Corinthe 9 waarin hij zegt, nou, zo heeft de Heere ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. En jullie mogen voor julliezelf uitzoeken waar in de evangelie Jezus zoiets gezegd heeft. Maar als we zo'n constructie krijgen als, nou, de Heer heeft, uh, heeft iets opgedragen, of er is een bevel van de heer, of er is een woord van de heer, is het normaal gesproken iets wat je in de Evangelie zal vinden? Want dat was deel van het onderwijs wat de apostelen aan de kerken gegeven hadden. Nou, we hebben zo'n beetje twaalf minuten om een paar voorbeelden langs te gaan van andere manieren hoe je de woorden van Jezus terugvindt in de brieven. Dat is gewoon om eraan uh, gewend te raken. Uh, de eerste is uh, van 1 Petrus 2. We hebben eerst wat voorbeelden uit 1 Petrus. Nou, Petrus zegt: Houd uw levenswandelen onder de heidenen goed, opdat zij die van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, doe de, door de goede werken die zij in u waarnemen, die zij in u zien, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Het klinkt als compleet onschuldige woorden. Zijn natuurlijk ook onschuldige woorden. Maar als je de woorden van Jezus ernaast legt, zie je waar Petrus de gedachten vandaan kreeg. Want Jezus zegt: laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. Hetzelfde woord als waarnemen hier, maar hier heeft de vertaling er een, uh, een verschil in vertaald. En dat is jammer, want uh, het, uh, het, is, het is minder duidelijk dan. De werken die zij uh, zien, en uw vader, God, verheerlijken. God verheerlijken. Dezelfde gedachte, dezelfde zin bijna. Dat de goede werken worden waargenomen door de ongelovigen. zodat zij de vader zullen verheerlijken. Zo, hier vinden we een goede. hoe de, de bergrede in dit geval. gebruikt wordt door Petrus. om, om feitelijk het woord van Jezus toe te passen. Naar de heidenen toe. Dat is wat Petrus doet. Uh, Houd toe levenswandelen onder de heidenen goed. Dat is het oog van Petrus hier. Uh, volgende hoofdstuk. Uh, waarin Petrus zegt. Uh, maar ook als u zou moeten lijden. vanwege de gerechtigheid. dan bent u zalig. En inderdaad, Petrus kan dat zeggen omdat Jezus al gezegd had. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. En twee overeenkomsten. Het is duidelijk waar Petrus de gedachte vandaan kreeg. En op het moment dat je de bergreden uit je hoofd kent, zijn die verwijzingen heel erg snel op te pakken. Op het moment dat de woorden van Jezus een beetje op de achtergrond zitten, dan denk je, ja, het zou kunnen, het zou niet kunnen. Uh, het is hoe beter je een tekst kent, of hoe beter je een lied kent bijvoorbeeld, hoe eerder je zou oppakken als er een verborgen verwijzing ergens, ergens is. Um, dit was 1 Petrus 3. Uh, Petrus doet hetzelfde in 1 Petrus 4. Als u smaat wordt aangedaan, om de naam van Christus. Dan bent u zalig. Nou, hier hebben we drie overeenkomsten. Het is de zalig bent u, hetzelfde Griekse woord. Als u smaad wordt aangedaan, ja, als men u smaad en vervolg, hetzelfde woord. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, dan om de naam van Christus, zegt Petrus. En Jezus zelf zegt omwille van mij. Dat hier hebben we. Drie overeenkomsten. Nou, als het één voorbeeld was in Petrus, zou het toeval kunnen zijn. Als het er twee zijn, dan zou je in ieder geval een wenkbrauw omhoog moeten trekken. Maar als het er drie zijn, dan krijg je de kracht van het cumulatieve argument. Dat is, uh, het is niet gewoon toeval. Uh, en dat betekent dat je scherp gesteld wordt om verder te kijken. En ik denk dat we er hier ook eentje hebben, wanneer Petrus zegt, niet als mensen die heerschappij voeren. En dat, het woord heerschappij voeren is niet het, het, het meest gebruikelijke Griekse woord. Waar kreeg Petrus dat vandaan? Nou, in, in Marcus onder andere, maar ook in de, in de parallel in, in Matthäus, hebben we, nou, u weet dat zij geacht worden leiders te zijn van de volken. Heerschappij over hen voeren, maar zo zal het onder u niet zijn. Dus dit woord heerschappij voeren met een sterk uh, negatief, zo zal het onder u niet zijn. En Petrus heeft het over heerschappij voeren en niet als mensen die heerschappij voeren. Dat vier voorbeelden uit Petrus. En op geen van die vier voorbeelden wordt er direct verwezen, dit zijn de woorden van Jezus. Net zoals Jacobus dat niet deed, Petrus doet dat niet. Ja, we hadden een paar voorbeelden van Paulus waarin hij het wel deed. En dat, dat maakt het een stuk makkelijker voor ons. Maar het is klaarblijkelijk goede gewoonte dat je de woorden van Jezus gewoon kan gebruiken zonder expliciet te verwijzen naar Hem. Um, hier hebben we een voorbeeld van Paulus waarin uh, de verwijzing duidelijk is, maar ook niet, niet duidelijk gemaakt wordt. Meneer Paulus zegt in uh, 1 Thessalonians 5, 2 U weet zelf heel goed dat de dag des Heren, de dag van de Heren, komt als een dief in de nacht. Uh, heeft Jezus ooit iets gezegd over de dag des Heren en de komst als een dief in de nacht? Ja, natuurlijk. Uh, wanneer hij zegt, wees dan baakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal, maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. En hier de hele gedachte wordt samengevat door Paulus als de dag van de Heer, het verschijnen van de Heer, komt als een dief in de nacht. En zoals Jezus begint hier met weest waakzaam, Paulus, twee of drie versen verder, gebruikt datzelfde uh, uh, gebod, weest waakzaam. Dat, dat is uh, waarin we de woorden van Jezus, samengevat, terugvinden in 1 Thessalonicense. Maar later in het hoofdstuk is er eentje die heel makkelijk gemist wordt. Wanneer simpel zegt, leef in vrede met elkaar. En iedereen... Als je het evangelie goed genoeg kent, zou je direct oppikken. nou, heb zout in jezelf en leef met elkaar in vrede. Um, en dat zijn van, 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 van die kleine dingen waarin je ziet dat Paulus hier niets anders verkondigt dan wat Jezus al gesproken had. Um, zijn er andere? Nou, dit, dit, is, dit is een hele mooie. Um, al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, ik had de liefde niet, dan waren ik niets. Oh ja, geloof en bergen verzetten, dat, dat zijn echt van die dingen die van nature bij elkaar horen. Nou, niet dus. Maar ze horen nu wel van nature bij elkaar, omdat Jezus het er al over gehad had. Al had u een geloof als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar, en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. En wat er hier gebeurt is, is dat Paulus heel doelbewust speelt met de woorden van Jezus. Dus hoewel de grote overeenkomst het is dat geloof ervoor zorgt dat een berg verzet wordt, Paulus zegt dit niet van al was mijn geloof maar zo klein als een mosterdzaadje, want in zijn uh, hele gedicht over liefde gaat het er om, juist om, om te benadrukken hoe groot de liefde is in vergelijking met al het andere. En daarom maakt Paulus niet van, het is als een mosterdzaad, maar al het geloof. Dat is om, om het argument te maken wat hij graag wil hebben. Maar de vergelijking wordt er niet minder om. Had ik al het geloof, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En het is interessant, trouwens dat in het Nieuwe Testament vinden we op zich geen voorbeeld van een letterlijke berg die verzet wordt door middel van geloof. En het is gewoon een, een interessant. Oh ja, dus, uh, er is ook zoiets dat, uh, dat er zoiets als een uh, taal mag taal zijn. Ja, sommige, sommige woorden mogen gewoon uh, taal zijn. Natuurlijk weten we uit het Oude Testament dat er bergen gesplitst zullen worden en zo, maar, maar dat, is, dat is een ander verhaal. Um, Oké, okay, dit is Paulus in 1 Corinthië 13. En de meesten van jullie hadden die al, al lang opgepikt. Um, 1 Korinthe 4. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar. Maken. En in uh, 1 Corinthe 14 zegt Paulus uh, iets soortgelijks wanneer het gaat over dat de, uh, de, de geheimen van het hart openbaar gemaakt wordt. Nou, dat is inderdaad iets wat voor, voor Jezus heel belangrijk was. In Marcus zegt hij: er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. En Paulus gebruikt die gedachte. In 1 Corinthe 4 heeft het te maken met dat hij, uh, dat hij niet bang is voor het oordeel van de Corinthiërs, want het oordeel van Jezus is het enige wat, uh, wat van enig belang is. En als laatste voor vanmorgen. Uh, Misschien wel een van de allerleukste, is deze uit 1 Korinthe 1. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Nou, komende vanuit de richting waarin we gekomen zijn tot nu toe, waarschijnlijk voelen jullie aan welke richting we opgaan: de Joden vragen om een teken. Nou, dat is meer dan eens gebeurd. In Johannes 2: de Joden vragen een teken om wat voor autoriteit doet u deze dingen met de tempelreiniging? Um, en we hebben bijvoorbeeld Marcus 8. Uh, fariseeën liepen uit, begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken? Joden zoeken een teken. Dat is een soort, weet je wat, een, uh, een etnische karikatuur die Paulus hier gebruikt. Maar hij kan het gebruiken omdat hij dat doet op goede autoriteit. Namelijk van, je, Paulus voegt er aan toe, Grieken zoeken wijsheid. En dat is absoluut oké. Okay. Maar de joden zoeken een teken, ja, dat, dat, dat resoneert met, met alles wat we weten van de evangelieën. Nou, wat we hebben geprobeerd te doen vanmorgen is om twee belangrijke punten uh, neer te zetten. En ik denk niet dat uh, beide punten onredelijk zijn als we ervan uitgaan dat het de bijbelse geschiedenis in principe betrouwbaar is. Nou, de eerste is dat het onderwijs van de apostelen was al iets dat gepland was voor de dood en de opstanding van Jezus. En dat zij uh, in staat zouden zijn om hun uh, onderwijs te geven door het ontvangen van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, om de woorden van Johannes te gebruiken, is degene die hen zou, eraan zou herinneren van alles wat Jezus gezegd had. En wanneer de apostelen dan ook inderdaad uh, onder de, de kerk gaan onderwijzen over Jezus. Konden ze ook onderwijzen alles wat hij had gezegd? En dit is compleet in, uh, in lijn met het karakter van het nieuwe verbond, in een contrast naar het oude verbond toe. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, is dat het onderwijs van wat Jezus had gezegd en gedaan, was iets dat de, let, uh, de brieven in het Nieuw Testament uh, naar verwijzen konden. Zonder dat duidelijk te maken. Hoewel Paulus op een paar uh, momenten het duidelijk maakt, normaal gesproken kon je gewoon de woorden van Jezus gebruiken en verwachten dat in ieder geval de lezers dit zouden moeten kunnen begrijpen: dat het bij Jezus vandaan komt. Uh, de woorden van Jezus waren, klaarblijkelijk, uh, herinnerend. Ze waren uh, no, memorized, ze waren gedeeld. De woorden van Jezus waren een belangrijk deel van de, van de boodschap die gekoesterd werd door de kerken. En omdat de schrijver en de kerk toegang hadden tot deze, tot dit erf, tot deze erfenis, de woorden van Jezus konden de brieven beïnvloeden uh, omdat ze op de goede manier gelezen zouden worden. Nou, als we dit accepteren, dan krijgen we allerlei soorten andere vragen natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld van, wat was dan de vorm hoe de gemeentes het onderwijs van Jezus kenden? Kenden ze het dan in een niet geschreven vorm dat zo'n beetje de evangelie is zoals we die kennen? Of kenden ze het in een, een andere vorm? Uh, nou, dat soort dingen is waar we het in de tweede en de derde. Studie vandaag over gaan hebben. Maar voor nu hebben we in ieder geval de basis neergelegd. En ik denk dat we genoeg weten dat inderdaad de woorden van Jezus gebruikt werden in de brieven. Waarom? Omdat die woorden al onderwezen waren.